Adele en Rolling in the Deep. En Adele is de aanleiding van het volgende gesprek. Evelien, goedemiddag. Goedemiddag. Hi, het is al groot nieuws en het is al een tijdje bekend, maar 5 september sta jij met de Josti Band in Ziggo Dome. Ja, dat klopt, helemaal. Dat is zo vet dat je daar staat. Ja, dat is ook vet. Ik heb een keer gedaan toen met een leeg Ziggo Dome. Dat is onwijs groot. En als je dan straks mag optreden, daar is het onwijs gaaf. Er kunnen 17.000 man in ongeveer, hè? Ja, dat is onwijs veel. Ja. Wat speel jij in de Josti Band, Evelien? Ik speel keyboard, tweede stem. En dat is de eerste als de eerste stem begint, dan ga jij er doorheen spelen. Oh, ik dacht al, want ik denk, van speel je dan en keyboard en doe je dan ook nog tweede stem? Dus zing je dan ook nog tweede stem, maar je speelt de tweede stem? Ja, ik speel de tweede stem. En even voor de goede orde, want je kent natuurlijk allemaal wel de dingen die erover verteld worden en de grapjes en zo. Maar zetten er op die toetsen dan kleuren of kan je noten lezen? Ik kan geen noten lezen, ik doe gewoon met de kleuren mee. Ik kan wel lezen, dus ik doe gewoon A, B, C, D, E, F. Ah. Ik kan gewoon lezen. Wat leuk zeg. Hey, en nu spelen jullie dus in de Ziggo Dome 5 september, wat dus onwijs vet is. Dat vind jij, dat vind ik, dat vind denk ik heel Nederland. Maar ja. Je draaide net Adele met Rolling in the Deep. En jullie hebben gezegd vandaag, wij willen Adele wel hebben als special guest. En er zijn heel veel orkestleden die dat heel gaaf vinden. Ik wist in het begin niet wie Adele was, maar ze hebben ook bij Pauw de Leeuw meegezongen. Ja. En ze hebben wel een hele mooie stem. En waarom vind je haar nog meer zo cool? Nou, ze ziet er gewoon goed en knap uit. Dat is niet onbelangrijk, hè? Nee. Er is alleen één dingetje, lieve Evelien en heel de Josti Band. Ik heb even haar tourschema bekeken. En ze gaat sowieso de komende maanden heel veel in Europa toeren en in Engeland en zo. Ja. Maar ze gaat ook naar Noord-Amerika, oftewel gewoon het grote Amerika, New York, Miami, Florida, noem maar op. En 6 september staat zij dus in Miami. Nee, als het niet doorgaat, dan hebben we het toch geprobeerd. Maar heb je haar al gebeld? Nee, ik heb niet gebeld. Daar gaat het niet over. Wie gaat dat dan regelen? Dan gaan we hebben ook Alme Verlinde, die is van Show News. En die heeft RTL Boulevard. Hij is wel van RTL Boulevard. Ja, dat klopt. En die heeft aangeboden om de mensen die in het groepje van artiesten zijn, om te helpen om meer artiesten te krijgen. Echt waar? En speelt Albert ook een instrument dan bij jullie in de Josti Band? Nou, ik denk dat hij niet kan. Oh, wat goed. Evelien, ik vind het zo cool dat jullie daar gaan staan. Stel dat Adele dus wel kan. Wat zou je dan met haar willen spelen, welk liedje? Nou, dat ligt wel wat ze kan zingen. Of ze hoog of laag kan zingen. Ah, ja. Ik denk dat Halleluja wel heel mooi is. Welke Halleluja? Gewoon het kerkelijke Halleluja? Of nee, bedoel je van Jeff Buckley en Leonard Cohen en zo? Ja, dat hele mooie nummer. Oh ja. Ja, zij kan wel aardig zingen hoor. Ja, dat heb ik net gehoord, dus. Hey, en Evelien, en dan? Heb je ook een vraag aan haar bijvoorbeeld? Want zij is wel echt een superster. Nou, misschien zou ik zeggen, hoe ben je als kind zo beroemd geworden? Ja. Ja, misschien dat ik dat ga vragen. En zou je ook beroemd willen worden dan? Nou, ik voel me al heerlijk op de Josti Band. En weet je wat het belangrijkste is op de woensdagavond? Kijk, wij zijn wel mensen met een beperking, maar we zijn niet gek of zo, nee. Maar... er worden wel hele flauwe grappen gemaakt. Want er wordt ook wel eens gezegd, ja, mensen met een beperking kunnen niks. Maar mensen met een beperking, jullie hebben ook net zo goed een beperking. Jullie kunnen ook niet alles. Nee. En dat is echt zo, want er is ook een grapje, ik weet niet of je het kan. Wat is het verschil tussen de Josti Band en een straatwedstrijd? Nog één keer. Wat is het verschil tussen Josti Band en? En een schaatswedstrijd. Weet je dat? Nee. Ze hebben alles weer de bijlpauze. Zulke grappen, maar wij lachen er ook zelf op. Ja, natuurlijk. Maar dat is het beste. Ja. Het is ook het beste. Maar wat ook heel belangrijk is, bij ons op de Josti zijn heel verschillende niveaus. En op woensdagavond komen ook meebelevers. En die komen om de woensdag komen ze luisteren bij ons. En dus één zo iemand, een meisje, die weet niet dat het woensdag is, maar die komt wel. Ja. En die komt dan luisteren. En als wij het liedje van Armen van Buren spelen, van Pingpong, dan gaat ze onwijs gillen en lachen. Oh ja. En daar doen we het ook voor. Ja, wat tof. Ik ga je vaker bellen, Evelien. Ik ga je volgen naar de Ziggo Dome Show toe. Ja, is goed. Laten we wel afspreken dat je dan altijd wel een mopje vertelt, want daar ben je heel goed in. Dat vind ik heel leuk. Ja,
goed. En wat jij zelf ook zegt, jij bent lekker bij de pinken en jullie zijn helemaal niet gek. Nee. Jullie hebben misschien alleen dan kleurtjes nodig op de toetsen van het keyboard in plaats van dat je noten leest. Nee, het maakt helemaal niks uit. Nee, het maakt helemaal niks uit. En dan wij moeten gewoon van dat woord beperking af. Wij hebben een leerprobleem en verder zijn we net zo goed als jullie. En jij staat wel in de Ziggo Dome en ik niet. Nee, dus dat is jammer dan voor jou. Ja, zeker. Allerlaatste vraag, Evelien. Stel dat Adele niet kan, welke Nederlandse artiest zou je bijvoorbeeld graag willen hebben? Ik zou heel graag Guus Meeuwis willen hebben. Nou, bij deze. Ik ga hem even voor je bellen. Oké, is goed. Evelien, ik spreek je snel weer. Oké. Doei. Doei.